Hoe ontstond Goldband? Ja, Goldband ontstond eigenlijk door een wens van Karel. Dus Karel is een van de drie frontmannen, zeg maar. Een van de drie zangers. Ja. En hij heeft een produceropleiding gedaan. Een muziekproduceropleiding. En ik was altijd al met hem gewoon een beetje gewoon heel nonchalant en heel zonder verdere ideeën eigenlijk liedjes aan het maken. Samen met een andere vriend van onze schoolroos. Ronnie was inmiddels van het toneel verdwenen. Ronnie dan, had je rijbewijs. Ik had mijn rijbewijs niet. Ronnie was dom. Oh, niet? Twee keer gezakt voor mijn rijbewijs. Nog steeds niet. Toen kwam ik erachter dat Ronnie maar 30% slagingspercentage had. maar I love you, Ronnie, als je dit hoort. Maar ik heb echt 2 jaar geleden pas weer mijn rijbewijs gehaald. Oh, je hebt het gehaald. Ja. Oké, het is goed gekomen. Ja. Maar goed, Ronnie was van het toneel verdwenen. Ja. En je zat met deze nieuwe groep mensen. Ik was met Karel. En Karel die ken ik echt al vanaf mijn 6e. Ik was met hem liedjes aan het maken. En op een gegeven moment hij had die opleiding afgerond. Is hij een hbo gaan proberen. Toen was dat echt al na een paar maanden klaar. En toen zat hij ook zo van, wat moet ik met mijn leven? Weet je? Wat, hij zei, sprak tot zichzelf van, wat moet ik nou? Wat kan ik nou echt? En hij dacht van, eigenlijk het enige wat ik echt kan is muziek maken. En toen is eigenlijk dus op de condoleance, op een soort de afterparty van de begraaf, de crematiedienst ding van mijn moeder. Zijn we eigenlijk op een soort picknicktafels in de tuin van Pip. Echt? Toen is het gebeurd? Toen is het gebeurd. Haar ziel is in juli soort van in die wel. Band gekropen. Ja. Voelt dat ook een beetje zo voor je? Nou, ik heb wel het idee dat het wel een soort gedeelde... dat zij wel een heel groot onderdeel van het rouwen van mij ook zijn, ja. Ja. En dat zij altijd heel... met heel veel compassie, zeg maar, dat verdriet... en dat rouwen met mij hebben gedeeld. Ja. Dus zij hebben ook echt, ze zijn deel van jouw rouwproces geweest. En daaruit is deze bizarre act ontstaan. Zullen we even een stukje, want ik heb jullie dus ontdekt in 2021. Ik vertelde het je net. Ja. Toen ik op Radio 1 om 7:15 ochtends het liedje Nee, 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 Ja, Ja, Ja hoorde. Ja. Ja, en meteen gegrepen was. En het in dat jaar... Het is echt mijn coronalied. Ja, ik heb het helemaal... Het was mijn meest gestreamde... Je krijgt met Spotify altijd Spotify Wrapped aan het eind. Het was mijn meest gestreamde lied. En ik wil ook even gewoon voor mezelf even een stukje... Nee, 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 ja, ja, ja. Vraag ik uit de regie. Ja, dit is toch meteen fantastisch. Bleef ze keer op keer maar zeggen. Te weerleggen. De dag weer bij haar op de stoel. Nooit mocht ik naar binnen. Telkens had ze bezoek. Ja, ja, nee, nee. Daar trap ik niet in. Ja, ja, nee, nee. Je wordt mijn vriendin. Die eerste kus. Is wat al overdreven lang. Dit is hem dus. Geef mij. Eerst zei ze nee, 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 nee. Toen zei ze ja. Eerst zei ze nee, 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 nee. Toen zei ze ja. Fantastisch, toch? Nog even laten staan, want ik vind het volgende stukje zo leuk. Waarom nou niet? Wat is er dan? Je maakt die moes, maar ontspringt de dans. Ik zie je kijken, je weet het wel. Ik geef nooit op, dus we spelen het spel. Eerst zei ze, ben je dan verliefd op mij? Toen zei ze, maar we kunnen toch vrienden zijn. Toen zei ze, heb het al in de sterren zien staan. We geven ons. Eerst zei ze nee, 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 nee. Toen zei ze ja. Oké, ga maar faden. Iedereen moet dit maar gewoon thuis nu grijs gaan draaien op spot. Maar dit, ja.
Milo, dit is toch fantastisch om gewoon gemaakt te hebben, zo'n nummer. Dan ben je daar toch ook een beetje in je leven? Of voelt dat helemaal niet zo? Dan ben je er in je leven. Ik weet niet. Okay. Maar het was heel leuk om te maken, ja. Vertel nog heel even, we gaan bijna naar Kiki Schippers. Maar vertel nog heel even, want dat vertelde je me net vlak voor de uitzending. Ja, het moment dat die zin ontstond. Dat het ontstond, ja. Ja, dus wij hadden 4 dagen studio gepland. Ja. En dit was na de tweede EP. Zo hadden we al zo'n klein beetje bekendheid. En we wisten van, we moeten nu gewoon echt een paar knallers maken, weet je wel. En dus we hadden toen paar dagen hadden we De Wereld gemaakt. Dit is voor jou gemaakt. Dat voor mijn moeder is geschreven, overigens. En ja. Toen de vierde dag, elke dag waren we echt al aan het zuipen en aan het feesten in de studio. En waren eigenlijk steeds meer kapot en naar de kloten. En toen, die laatste dag, was ik de enige die ik was al naar een feest gegaan tot 6:00 AM. En de rest was gewoon fris naar bed. En ik was toen, dus de laatste dag lag ik daar op de bank in de studio. En ik had echt 4 uur geslapen. En ik was helemaal zo, ik wil hier weg. En toen had Wieger dus een paar beats. Ja, beats. Dat was hij echt aan het maken. En ik was gewoon daar. En iedereen had me eigenlijk al opgegeven. Van nou, Milo hebben we sowieso niks meer aan vandaag. En toen in één keer zo begon ik gewoon te zingen. Van, ja, eerst zei ze nee. Toen zei ze ja. En toen stonden we allemaal zo op. Ja. Ja. Dit is het. Ja. Want dan weet je het. Dan weet je dat je iets hebt. Je weet dat er iets is. Ja. Ja. En wij hebben dan de gewoonte om dan met z'n allen onze broek uit te trekken. Tuurlijk. En dan achter elkaar aan en dan elkaar op de kont gaan slaan. Tuurlijk.